We staan hier bij de Piratenkoor, de Stormvogels, en we hebben met de captain een klein onderhoud. Wat is uw naam? Hans Schoenendal. Waar kom je vandaan, Hans? Uit Emmen. En wat doe je hier helemaal? Ja, wat doe je hier helemaal? Een beetje het publiek vermaken en onszelf. Wat ga je dan voor repertoire brengen? Ja, Engelstalig, Nederlandstalig, Duitsstalig, eigenlijk van alles wat. En omdat wij een piratenkoor zijn, kunnen we eigenlijk ons wat meer permitteren als de shantykoren. Want ja, die moeten zich inderdaad echt bij de zeemansliedjes houden. Maar dat hoeven wij niet als piratenkoor. Dat werkt goed. Met hoeveel mensen zingen jullie vandaag? Vandaag met 37 en de muzikanten meegerekend. En normaal dan hebben wij een groep van 54 man. Nou, we hebben zo'n 45 tot 50 optredens per jaar. Dat gaat van Scheveningen tot Letland. Volgend jaar staan we dus een week in Schotland. En ook weer een week voor een televisieshow in Letland. En ja, onze agenda van volgend jaar loopt ook alweer aardig vol. Hè? Dus dat gaat allemaal wel goed. En waarom zien jullie er allemaal zo ruig uit? Ja, dat is omdat we een piratenkoor zijn. En ja, we attenderen de mensen er ook steeds op van, zien er ook wel als een piraat uit. En ze voeden elkaar wel aardig op hoor. En anders gaan we schieten. Hè? Ik vind dat jullie er fantastisch uitzien. We gaan genieten van jullie muziek. Bedankt. Dankjewel en succes met jullie programma. Ja? Oké. Okay. Het is leuk dat jullie in grotere talen het evenement waarderen. Dat door ons collega Koor Bravoer is georganiseerd. En ik heb gekeken door de HB. Schitterende boten achter mij. Een fantastische boot. We hebben 10 punten, hè? Wij gaan beginnen, dames en heren. Ik ben hier niet gekomen om te praten, maar om een gezellige middag te verzorgen. En dat doen we als eerst. Nee, je ook even wachten, want Sociaal Amsterdam heb je zelf al gezien. Onze dirigent Joke Riesemoord-Fontein. Geef aan een aantal applaus. Sjoe, Jopie! Thank you.
de zee.